Dat ik hem hier maar even starten, kunnen jullie mij zo een beetje horen? Wacht even tot die klokken zijn uitgeslagen. Straks de helft is. Ik heb hem al, maar dat is ook niet meer. Ik vind het altijd mooi als ik hier ineens op straat sta, maar het is toch belangrijk om op bepaalde momenten even stil te staan bij het feit dat we weer een belangrijke gebeurtenis hebben in onze stad. We zijn in Leiden al een hele tijd aan het werk aan een gasvrije binnenstad. Dat vinden we ontzettend belangrijk, dat zowel de Leidenaren als de mensen uit de regio of uit de rest van Nederland, uit Almelo, maar ook uit jullie overal, maar ook internationaal, zich welkom voelt in onze stad. En daar doen we van alles aan. We maken mooie parkeergarages bij de Lammermarkt, is er binnen klaar. De Kadermarkt gaan we starten, we gaan de straten herinrichten, we werken met de gevelreclames, we zien de bloemen hangen die elke dag je water krijgen. Dat draagt allemaal bij aan een gastvrije stad. Maar ik merk het toch zelf natuurlijk op vakantie wel, los van het feit dat je met je appje loopt en zo op die manier over straat gaat, ben je ook blij dat je gewoon de wegwijzer te zien. En dat je weet waar je heen moet. En dat was in Leiden aan vervanging toe. De Gillissen weet alles van, ze heeft me als raadslid kritisch ondervraagd op dit punt en ik ben blij dat we vandaag echt een feestelijke opening hebben van die nieuwe wegwijzering in onze stad. Als we goed kijken naar de aantallen, we hadden 94 groen-witte palen met de wegwijzering. En het is nu veranderd naar 116 wegwijzers, die er in zwart uitgevoerd uitzien, met gouden letters. Ik vind het er zelf, ik heb het natuurlijk al even gezien, prachtig uitzien. Echt heel erg mooi, past bij onze historische stad, zoals het eruit ziet. We hebben ook die kleurstelling in nauw overleg gedaan met Fysio voor de leesbaarheid voor de mensen die minder goed kunnen kijken of contrast kunnen zien. Dus het is ook een combinatie die de leesbaarheid heel erg groot maakt. Nou, leuk om te weten dat van die 116 palen er 13 op een speciaal fundament staan. Als er evenementen zijn kunnen ze heel makkelijk worden weggehaald. Want het, ja, het blijft natuurlijk een stad waar ook steeds van alles blijft gebeuren. Wat ik ook mooi vind is dat ze niet alleen op de binnenstad komen, maar ook op het Bioscience Park. Deel bij het LUC, die werkt er ook aan mee. We krijgen een uniforme manier van de wegwijzering in het hele stad. Nou, de Leidse Raad heeft gezegd, wat gaan we de wegwijzeren? We werken eigenlijk vanaf de bronpunten, Centraal Station, de parkeergarages, naar 46 bestemmingen in onze stad. We hebben nou eenmaal heel veel mooie locaties, van Burgt tot musea, tot hier de historische stad. Op een aantal van die palen komen later nog kleine bordjes erop, waar ook nog weer verdere informatie staat. Wat kleine driehoeksbordjes, maar die komen er later nog bij. Dat gaat u nog vanzelf zien. Met deze eerste stap gaan we maken. Nou, wat daar nou hangt, ziet u alle, is de Leidse vlag. Omdat we natuurlijk toch een beetje uniek moeten maken met die Leidse sleutels. Maar we vinden hem zo kan ik niet meer lezen. Dus ik ga die Leidse vlag er straks afhalen. Maar ik ga op de top van de paal, en daarmee openen we het eigenlijk maar even symboliek, weer de Leidse sleutels plaatsen. Een gouden kap die erop komt met de sleutels. We hebben ook gekeken, kan dat een los ornamentje zijn, die sleutels? Zou wel heel erg mooi zijn. Maar toen wisten we ook zeker dat er 116 Leidenaren binnenkort blij zouden zijn met zo'n mooie gouden sleuteltje. Maar de palen ze niet meer zouden hebben, dus vandaar dat we er met zo'n kap op aanbrengen. Nou, dat ga ik nu doen. En op het moment dat ik dat heb mogen doen, dan is het daarmee eigenlijk de feestelijke opening. Niet voordat ik een aantal mensen heb bedankt die er ook hier bij zijn. De mensen die ze echt plaatsen, Erwin, jij gaat me straks helpen met het naar boven gaan. Van het bedrijf HR Groep, maar ook Iroute uit Almelo, die ons begeleidt. Dit is jullie specialisme om op een goede manier de wegwijzering in de stad te regelen. Wij wisten dan wel welke doelen we hadden, maar jullie hebben ons geholpen om het ook echt te realiseren samen met HR Groep. Dankjewel daarvoor. Dank ook het ingenieursbureau voor de inzet. En nou, ga ik me nu in het bakje begeven en dan gaan we de gouden kap met de Leidse sleutels erin zetten. Deze, ik denk dat hij erop gaat, we zien de Leidse sleutels.